Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video die ik je voor je vandaag heb voorbereid. Mijn naam is Paul van Sprundel, ik ben 23 jaar. Afgelopen 4 jaar heb ik meer dan 150 andere bedrijven geholpen met dropshipping. Zelf meer succesvolle dropshipping stores en bol stores opgezet. En heel belangrijk daarbij is dus converterende productpagina's maken. Product vinden is één, maar een goede omschrijving ervoor maken waardoor mensen ook kopen en blijven kopen is twee. En ik ga je precies uitleggen hoe je hierbij een conversiepercentage van 3, 5 en zelfs 8% kan halen met je Shopify dropshipping product. Ten opzichte van 1,8, wat het gemiddelde is van de industrie. Voordat we erin duiken, like, abonneer en drop een comment onder deze video. Geef mij heel veel support om meer van dit soort video's voor je te maken. En dan gaan we door naar de volgende. Dan gaan we er gelijk in duiken. Nou, wat is de productomschrijving template? Ik ga je eenmaal uitleggen wat mijn eigen productomschrijving template is. Hoe ik die zelf gebruik en hoe mijn studenten die gebruiken en hoe jij deze voor jezelf kan gebruiken. Nou, wat zijn de algemene regels bij het maken van dus een productomschrijving? Vermijd het gebruik van korte zinnen. En wat we willen doen is verwijzen naar ons product met de naam om de waargenomen waarde van het item te verhogen. En vermijd hierbij dus directe verwijzingen. Zo min mogelijk je, jij, wij, ons, uw, etc. Dat gebruiken we zo min mogelijk in zo'n ad copy. En als je verwijst richting het product, noem dan de productnaam. Dat zorgt voor meer hogere waarde. Ja. Je wilt geen vragen hebben omdat het overkomt als een gesprek. We zijn een groot merk dat professioneel praat en de coole pijnpunten laat zien, evenals de coole aspecten van het product. Hierin wil ik dus zeggen dat je geen vragen moet stellen in je ad copy richting jouw potentiële klant. Dan gaat hij nadenken. Dat is niet wat je wil. Oké, wat doen we met de testimonial recensie? En dat is het eerste deel van jouw productomschrijving. De recensie moet gaan over de voordelen van het product. Niet te lang, maar ook niet te kort. Hierbij gebruik je dus 5 gouden sterren en de naam van een willekeurige persoon met daaronder geverifieerde aankoop. Deze kan je verzinnen via ChatGPT of gebruik maken van andere reviews die al bestaan over het product wat jij verkoopt via Bol, Amazon, Google, AliExpress, internet in general. Oké, dus na die testimonial gaan we door naar de pitch. Dat is een sectie van 2 paragrafen. In de eerste paragraaf presenteren we het probleem of de zorg die we willen oplossen. Dat zijn dus 3 tot 5 zinnen. Nou, zin 1 zet de scene voor de niche slash interesse. Zin 2 belicht het probleem van de klant. Zin 3 legt uit hoe dit onze klanten kan laten gaan voelen. In de tweede alinea introduceren we ons product dat de oplossing biedt. Zoals je hier ziet, op de eerste 3 tot 5 zinnen focussen we eerst op het negatieve. Dus het pijnpunt wat iemand heeft bij jouw product. En het volgende hebben we 3 tot 5 zinnen waar je dus het plezier uitstraalt van jouw product. Daarin introduceer je dus het product in zin 1. In zin 2 leg je uit hoe het werkt en het belangrijkste doel en de belangrijkste voordelen van jouw product. En zin 3 benadrukt het resultaat slash de verbetering van levenskwaliteit als iemand dit product daadwerkelijk koopt. Oké, nou, nadat je dat hebt gedaan, na de testimonial, na de pitch, komen de voordelen. Werk met 5 tot 8 voordelen die het product biedt. Voordelen zijn anders dan kenmerken. Voordeel is dus emotie en eigenschap is gewoon logica. Gebruik vetgedrukte hoofdletters bij het schrijven van de voordelen. Gebruik geen negatieve tekst in de voordelenselectie, inclusief onze voordelennamen. Probeer een consistente lengte te hebben over alle voordelen. Elk voordeel moet hierbij dus ook 2 zinnen hebben. En zin 1 benadrukt een kenmerk van het product. En zin 2 legt het voordeel van de eigenschap uit. Wat je daarna nog kan doen, zijn 2 afbeeldingen slash gifs in het midden van de voordelen. Nou, hoe je dit doet is dus deze voordelen gebruiken. Nadat je dit hebt gedaan, ga je naar een hoe te gebruiken. Gebruik een video als het mogelijk is. Niet elk Shopify dropship product is nodig om dat uit te gaan leggen met een hoe te gebruiken video. En de best volgende na een video, als je die niet hebt, is gewoon een afbeelding. Als video en afbeelding niet mogelijk is, gebruik dan gewoon tekst van hoe moet je het gebruiken. Dit gedeelte verschijnt alleen voor complexe producten en ja, moeilijk te gebruiken producten dus. Nou, nadat je dat hebt gedaan, na de testimonial, na de pitch-sectie, na de voordelen en hoe te gebruiken, gaan we naar het relateerbaar verhaal. Het zijn ook weer 2 alinea's met 3 tot 5 zinnen elk. En de eerste alinea wordt gebruikt om ons inlevingsvermogen en begrip voor het probleem van de klant te tonen. We kunnen hier enkele directe verwijzingen gebruiken. Zin 1 begint meestal met wij begrijpen en gaat dat in op het probleem dat waarmee onze klant wordt geconfronteerd. Dus het probleem dat de klant nu ervaart wanneer hij het product nog niet in bezit heeft. Zin 2 kan dan een situatie uitleggen die onze klant zich gemakkelijk kan voorstellen en zich gemakkelijk kan inleven met deze situatie.
Oké. Zin 3. Dit is een geweldige plek om een soort recordstatistieken te gebruiken die onze marketinginvalshoek verbeteren. Dat is dus weer het negatieve gedeelte. Dan komen we weer bij het positieve gedeelte en dat is de oplossing. En dat is, als het goed is, jouw product. Dan gaan we naar de tweede alinea. We willen ons product opnieuw introduceren en laten zien hoe het in staat is om de problemen op te lossen die we hierboven hebben vermeld. Zin 1 bevestigt dat dit het perfecte product is voor onze klant. Zin 2 legt weer uit hoe het werkt, slash het hoofdvoordeel van je product. En zin 3 gebruikt een laatste aantrekkelijke zin die de verbeterde levenskwaliteit benadrukt van het product. Geschreven in een reclamestijl om een blijvende indruk achter te kunnen laten. Na dit relateerbaar verhaal gaan we naar een videotestimonial. Dat is optioneel, is niet per se nodig, maar mocht je dit kunnen gebruiken, is dit zeker een aanrader voor je productomschrijving. Daar heb je dus een montage van clips van hoge kwaliteit van klanten die over het product spreken. Nou, je hebt het product waarschijnlijk nog nooit verkocht, maar deze kan je makkelijk op het internet vinden: YouTube, Amazon, Bol, AliExpress, overal. En daar heb je ook een lijst van specificaties, zoals afmetingen, voltages, etc. Oké, dan gaan we door naar de inhoud van de verpakking en dat is een optioneel gedeelte. Alleen als het product dus uit meerdere artikelen bestaat, die moeten worden verzonden als het gewoon één product is, dan is dat helemaal niet nodig. En we sluiten af met de garantie. Geef informatie waaruit blijkt dat wij geloven in de kwaliteit van onze producten. Steun het met een 30 dagen geld-teruggarantie, 100% risicovrije transactie, dus geen scam, contactinformatie zoals telefoonnummer en e-mail om meer trust te geven. En een verborgen korting om adrenaline in de klant te verhogen, omdat hij jouw hele omschrijving heeft gelezen. En als een beloning voelt dat hij dus deze 10% krijgt door jouw hele productomschrijving te lezen. Nou, ik heb je net uitgelegd wat de hele productomschrijving template is. En ik heb één voorbeeld voor je en die ga ik met je doornemen. En we beginnen dus met de 5-sterren recensie. Mijn oorbellen zijn een beetje zwaar en rekte het gaatje in mijn oor uit, waarvan ik dacht dat het zichtbaar was. Toen ik de gewone achterkant verving door deze, laten we zeggen dat het een heel klein stukje magie is. De oorbellen zitten nu rechtop en ik kan de bovenkant van het gaatje in mijn oorlel niet meer zien. Ik raad ze 100% aan en kijk er naar uit om er meer te kopen om mijn oorbellencollecties aan te vullen. Nou, dan hebben we hier 5 sterren die volgen, Jane Doe als willekeurige naam en geverifieerde koper daaronder. Dan gaan we dus naar de pitch. En het eerste negatieve stuk van de pitch luidt als volgt. De zware oorbellen kunnen aan de oren trekken, waardoor ze uittrekken en de natuurlijke vorm van de oorlel vervormen. Dit resulteert in een scheve plaatsing van oorbellen. Wat er niet alleen vreemd uitziet, maar ook die perfecte adembenemende outfit voor de nacht kan ruïneren. De lange termijn effecten van constant dragen kan leiden tot onzekerheid, constant ongemak en in sommige gevallen gespleten oorlellen. Zoals je ziet hebben we een aantal negatieve woorden hieronder gedrukt. Dat is ook wat ik je aanraad om te gaan doen. Dan gaan we door naar pitch. Tweede stukje en het positieve gedeelte waarin je het product introduceert. De Heartbreaker heeft een uniek vlinderslotontwerp dat ervoor zorgt dat elk oorbel rechtop op het oor zit, waardoor vervorming wordt voorkomen. Elke Heartbreaker productnaam bouwt zelfvertrouwen op door een belofte van uitzonderlijke kwaliteit en onbetwistbare veiligheid. Ervaar de geneugte van een gewichtloze draagervaring terwijl je tijdloze oorstukjes beschermt. Na dit volgt meestal een foto, een gif of een video omtrent jouw product om de aandacht van de kijker, van de potentiële klant erbij te houden. Nou, dan gaan we dus naar de voordelen en die beginnen als volgt: redenen waarom de productnaam, redenen waarom de Heartbreaker jouw leven zal gaan veranderen. Dan beginnen we met het voordeel, zoals je ziet met een groen vinkje en daarna het voordeel zelf, dik gedrukt en in caps lock. Met een dubbele punt aan het einde. Instant boost. Met de Heartbreaker worden alle maten en soorten oorbellen precies omhoog gebracht om een onberispelijk accentstuk te geven. Verhoog elke avond een ensemble met vertrouwen en klasse met behoud van de delicate oorstructuur. Dan gaan we door naar het volgende voordeel. Is een butterfly slot design. Een prachtig uurwerk verdient het om 24/7 beveiligd te zijn en voor het leven bewaard te worden. Van oorstekers tot oorringen, de Butterfly Lock technologie van de Heartbreaker klemt zich vast om de oorbellen de ultieme steun te geven, elke keer weer. Daarna volgt weer een foto, gif of video met grootte van 480 keer 480. Zorg ervoor dat je niet twee gifs achter elkaar doet of twee video's achter elkaar, twee foto's achter elkaar kan. Daarentegen wel. Dan gaan we door naar het volgende voordeel, ReFight technology. Lasergesneden, precies op Tibetaanse zilver, creëert absoluut Refit Technology, ontworpen om te passen door piercings van alle vormen en maten. De extra pushback van de rugsteun doet wonderen, zelfs voor eerder slecht uitgevoerde piercings. Gaan we door naar het volgende voordeel: kwaliteit maakwerk. De Heartbreaker is ontworpen met de grootst mogelijke aandacht voor detail en gepolijst tot in de perfectie. Als perfecte paar voor waardevolle oorbellen biedt het lange stijl
slijtagecomfort en een knusse veilige pasvorm. Hierna, na deze twee voordelen, volgt er weer een foto en gegeven of video. Gaan we door naar het laatste voordeel, klassieke kleuren. Met eigentijdse klassieke kleuren die hun aantrekkingskracht voor jaren behouden, brengt de hardbreaker de fijnste en ongeëvenaarde metalen goud en zilver naar voren. Met stijl in het achterhoofd biedt deze veelzijdig vierdelig metallic combo twee keer zoveel aantrekkingskracht en drie keer zoveel zelfvertrouwen. Oké, gaan we door naar de hoed gebruikerssectie. Verwijder de originele bekker voor je oorbel. Plaats de hardbreaker aan de achterkant voor je oorbel. Geniet van een eenvoudig maar moeiteloze lift voor elke oorbel. Nou, hierin geven we dus aan van hey, hoe kan je die oorbel überhaupt gebruiken en indoen. Daarin volgt een potentiële testimonial video. Kan ook eventueel een foto zijn. Of een gif eventueel. Maar geen drie gifs achter elkaar of drie video's achter elkaar zoals ik al eerder heb benoemd. En daarna gaan we naar Relatable Story 1. We begrijpen hoe zelfbewust we kunnen zijn als we ons niet 100% op ons gemak voelen met ons uiterlijk voor een uitje. Het kan erg frustrerend zijn om constant je oorbellen te moeten draaien om ze op de perfecte plek te krijgen. Elke keer weer. Een recente studie toont aan dat de gemiddelde oorbeloperatie minimaal $400 kost. Alleen al om de losse huid strak te trekken. Met de hardbreaker haal je diep adem en slaak je een zucht van verlichting. Hierin ga ik dus alweer naar het positieve gedeelte, maar in ieder geval het negatieve gedeelte zie je hier drie zinnen. En negatieve woorden zoals $400 kost doen we ondergedrukt en positieve woorden in het tweede gedeelte doen we dikgedrukt. Dan ga ik door naar het volgende deel. Met de hardbreaker haal je diep adem en slaak je een zucht van verlichting, omdat je geen last meer hebt van hangende oren. De hardbreaker lift meer dan alleen de oordeel. Het biedt een onmiddellijke gemoedsrust in een veilige en comfortabele draagervaring. Geniet van nieuwe gevonden zelfvertrouwen met prachtige oorbellen die moeiteloos passen en elke look compenseren. Dan volgen wat de productspecificaties, dus de hoogte en de breedte van het product. En het pakket bevat één gouden paar en één zilver paar. Gaan we door en eindigen we bij deze omschrijving en het voorbeeld. Dat is de garantie, dus de e-commerce elite's visie, garantie, belofte, etc. Bij e-commerce elite geloven wij in de kwaliteit van onze producten en daarom bieden wij een 30 dagen geld terug garantie zonder enige vraag te stellen. Wanneer je dus bij ons koopt, is er dus ook nul risico. Gefeliciteerd, je hebt een verborgen kortingscode gevonden. Gebruik de code II bij het afrekenen voor een extra 10% korting op jouw volledige bestelling. En daarna eindigen met de klantensupport en als de e-mail support@apenstaartje e-commerce-elite.com en de telefoon volgt met een telefoonnummer. Dat was weer een 12 minuten video voor je. Ik hoop dat je dit super waardevol vond. Like, abonneer en dan zie ik je weer terug in een volgende video. Ciao, ciao.